Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1 Kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten. Kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De brouwerij. De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerij en distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze helpt je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. Jong vriend, hoor je dan de je niet veel. Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1 Kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De, de brouwerij. Heb je ook een... De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerij en distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. Gug de ver waar je niet voes. Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1: kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De, de brouwerij. Heb je ook een... De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerij en distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. Jong vriend, proezer, lief, de De Gerust. De je niet voelt. Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1 Kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De, de brouwerij, de, een... de triple die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerijen-distilleerderij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar... In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan nou gerust even op pauze of spoel de video even terug. je of hier, broei let je niet voelt. Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1 Kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De, de brouwerij. Heb je ook een... De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerij en distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. <tied> Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1 Kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De, de brouwerij. Heb je ook een... De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerij en distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1: kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De, de brouwerij. Heb je ook een... De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerijen en distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. Gur veel wat je niet voelt. Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1: kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De brouwerij. De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische sint truiden door brouwerij en distilleerderij Wildere. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. Weer of ween, niet, de gerust weer wat je niet voelt. Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1: kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De, de brouwerij, de triple die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerijen Distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. Jouw vriend, proezeel lief, de Gerust, de je niet vermoedt. Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1 Kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je... Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De brouwerij. De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerij en distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. Je hoeft niet te Je niet Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1 Kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De, de brouwerij. Heb je ook een... De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerij en distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. Je hoeft niet te blijven, dat de niet veel Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1 Kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De in brouwerij, de, een... de triple die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerijen Distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. Hey. Hey. Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1: kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De, de brouwerij. Heb je ook een... De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerij en distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. waar je niet veel. Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1: kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De, de brouwerij. Heb je ook een... De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerij en Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. Geug te waar je niet Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1 Kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De, de brouwerij. Heb je ook een... De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerij en distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. waar je niet Hallo en welkom bij het Biercollege. Mijn naam is professor Hop. Ik ga je meenemen in de kunst van het proeven van speciaal bieren. Want bier drinken kunnen we allemaal, maar weet je ook hoe je een bier het beste kunt proeven en daarmee ook kunt herkennen? Kijken, ruiken en natuurlijk proeven. Stap 1: kijken. Bij het kijken naar het bier zijn er drie factoren waar we op letten: kleur, helderheid en schuim. Deze eigenschappen geven al veel informatie over het bier dat je. Allereerst zal ik je iets vertellen over het biertype wat je gaat proeven. Wat zijn de kenmerken van het biertype en wat zijn de voorwaarden waaraan dit biertype moet voldoen? Daarna leren we iets over de brouwerij die het bier gebrouwen heeft. Tot slot gaan we het hebben over het bier zelf. Wat zijn de bijzonderheden van een bier en wat zijn specifieke smaak- of geureigenschappen die je in dit bier zou kunnen terugvinden? De, de brouwerij. De trippel die we vandaag proeven is gebrouwen in het Belgische Sint-Truiden door brouwerij en distilleerdij Wilderen. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze brouwerij naast bieren ook verschillende distillaten, waaronder whisky, rum en gin. De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis die ons helemaal terugvoert tot het jaar. In de verpakking heb je ook een smaakwiel gevonden. Deze help je om bepaalde geuren en smaken in het bier te ontdekken. Door de verschillende vakjes van het smaakwiel af te gaan tijdens het ruiken en proeven, ontdek je sneller welke eigenschappen en kenmerken het bier heeft. Ga ik soms iets te snel? Uh, zet me dan gerust even op pauze of spoel de video even terug. Je te de Gerust